In deze video kijken we naar waterstofaandelen. Want op dit moment zijn natuurlijk elektrische voertuigen heel erg populair. En dat zal zeker ook de komende 5 of 10 jaar misschien nog wel zo zijn. Maar ik denk zeker dat daarna waterstof wel eens een heel erg. Goede opvolger kan worden van deze elektrische voertuigen. Al hebben we natuurlijk wel bij waterstof te maken dat er nog best wel een paar stappen genomen moeten worden. En in deze video kijken we naar vijf bedrijven, oftewel aandelen, die te maken hebben of die bezig zijn met waterstof. Misschien nu al dat ze een bepaald aantal producten hebben, of dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van producten. Waterstofversies van de producten die ze nu al hebben. In ieder geval interessante bedrijven, dus voor de komende jaren die bezig zijn met waterstof. En we gaan gebruik maken van de technische analyse om eigenlijk een vergelijking te maken tussen deze vijf. Tussen de koersen die ze hebben en de financiële gegevens die bij deze aandelen horen. Dat gaan we dus doen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. En in deze video gaan we dus kijken naar waterstofbedrijven, waterstofaandelen. En daar heb ik er vijf voor uitgekozen, dus laten we eerst een beetje gaan kijken naar wat zijn dit soort bedrijven en waar zijn ze mee bezig. Zodat we dus een beter beeld krijgen bij de aandelen die we vandaag gaan bekijken. Ten eerste Plugpower. Een bekende naam als het gaat over waterstof. Ook een aandeel dat ik in bezit heb. Sinds ongeveer halverwege november heb ik 50 stuks gekocht. Uh, dat is anderhalve maand geleden. Ik sta nu al 128% in de plus. Dat uh, geeft al een beetje aan hoe het gaat met deze sector. Nou, natuurlijk, de laatste dagen hebben we bij Plugpower gezien dat de koers heel erg hard ging. En dat komt vanwege een samenwerking met South Korean SK Groep die is aangekondigd op 6 januari 2021 en deze samenwerking willen ze juist gaan voor gaan zorgen dat het waterstof wordt uitgebreid in Azië en Plug Power heeft daar anderhalf miljard dollar als investering voor ontvangen. Plug Power zelf heeft tot nu toe meer dan 38.000 fuel cells verkocht. Deze worden gebruikt in auto's, maar ook vaak in magazijnen zoals bijvoorbeeld bij heftrucks of als backup bij bepaalde en belangrijke installaties. Kijken we naar het volgende bedrijf, dat is Bellert Power Systems. Uh, eigenlijk net zoals bij Plug Power: verschillende soorten producten die ze aanbieden. Ook bij transport, bij magazijnen en ook bij backup installaties. Bellert heeft dan weer een samenwerking met Audi op dit moment. En die loopt tot minstens 2022. En veel nieuwsberichten van de laatste tijd gaan vooral over leveringen. Bijvoorbeeld uh, van dit soort fuel cells, bijvoorbeeld van holbussen. Uh, wel vaak bekend in België of in Nederland dit merk. Het derde bedrijf is Fuel Cell Energy... een bedrijf waar ik op dit moment wat minder informatie over kan vinden... maar dat heeft ook te maken dat hun website op dit moment wat problemen heeft... en niet alle pagina's volledig online zijn. De, de, wat ik wel kan vinden is dat ze eigenlijk vooral de wat grotere installaties doen... en die draaien dan vooral op aardgas en op biogas. En er staat ook op Wikipedia dat het eigenlijk vaak niet wordt gezien als een echte hydrogen... oftewel uh, waterstof Fuel Cell, omdat de invoer niet puur waterstof is... En een van de bijproducten is ook CO2. Maar dat wil niet zeggen dat dit geen waterstof aandeel is, omdat het bedrijf wel bezig is met het ontwikkelen van waterstofproducten. Het vierde bedrijf is Bloom Energy. Een bedrijf dat samenwerkt met de grote bedrijven als Google en Walmart. En ook hier zijn het vaak de wat grotere installaties die worden gebruikt als aanvoer en als backup van vaak belangrijke systemen, zoals bijvoorbeeld serverparken. Het is schoner dan stroom via het net. Ongeveer zo'n 20% minder uitstoot, dus als stroom die je normaal af zou nemen. En het is ook zo'n 5 tot 15% goedkoper dan die normale stroom. Dus ook best wel interessant. Niet alleen een groen imago, maar ook gewoon goedkoper. En ook zij zijn bezig met de ontwikkeling van waterstofproducten. En als laatste bedrijf heb ik Shell. Nu nog vooral een olie- en gasbedrijf. Maar ze zeggen hard te werken aan de toekomst. Een toekomst met groene energie. En dat is iets wat we als het goed is volgende maand zullen gaan zien, zullen gaan horen. Want dan komen zij met hun plan voor de toekomst. Op dit moment heeft Shell al verschillende producten wereldwijd. In Duitsland, in Europa, maar ook in Azië. Vaak eh, productie van groene waterstof. En dat wil zeggen, door middel van groene energie wordt er dan waterstof gemaakt. En Shell is al langer bezig, al jaren bezig met waterstof. Maar het zegt zelf ook dat ze nog minstens eigenlijk al tien jaar bezig zijn met ontwikkelen. En ook dat de markt dan pas commercieel groot genoeg is dat ook het product waterstof pas op grote schaal kan worden ingezet. Nu we deze vijf bedrijven hebben bekeken, weten welke bedrijven het zijn, gaan we naar de fundamentele analyse. En dan maak ik gebruik van een bestand dat ik heb gemaakt om eigenlijk snel de belangrijkste informatie over één bedrijf in een overzicht te zien. Maar daarnaast ook eigenlijk een vergelijking te maken met andere bedrijven, bijvoorbeeld de concurrenten. En dit is dan een onderdeel van de beleggers training. Deze sheet is dus beschikbaar voor de leden van de beleggers training. De beleggers training is een training die ik samen met Tim heb gemaakt. Met meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, een exclusieve community. En verschillende tools, waaronder dus deze sheet. En deze sheet heb ik juist nog geüpdate. En ook degene waar de jaarcijfers uh, met elkaar vergeleken worden. Want in deze versie gaan we de kwartaalcijfers kijken. Die komen binnenkort beschikbaar ook voor de leden van de training. Dus hou dat vooral in de gaten als je al lid bent. Bijna nou nieuw met beleggen en wil je stap voor stap meer leren, dan nou, klik dan onder deze video voor een link naar de beleggerstraining, waar we dus alles in uitleggen. En ben je al wat meer ervaren met beleggen en ben je eigenlijk op zoek naar alleen deze sheet? Dat, die vraag krijg ik ook regelmatig. Ik denk dat ik hem binnenkort ook los ga aanbieden als een losse, uh, los product wat je kunt kopen. Uh, dus blijf eigenlijk vooral het, het kanaal goed in de gaten houden, want dan komt er binnenkort wel meer informatie. Maar hier zien we dus de sheet en bovenin zien we de bedrijven staan plugpower uh, met ja symbool plug, Beller met BLDP, fuelcell met FCEL, bloom energy met BE en shell met RDSA uh, ja, meestal is het uh, ligt een beetje aan welke site je gebruik maakt, welk ticker symbool uh, ja, dit wordt gebruikt, zeg maar. Al deze aandelen zijn trouwens ook te koop via de Giro. Dat is de broker die ik ook gebruik en waar ik veruit het meeste van mijn geld belegd heb. Een link naar de Giro vind je onder deze video. Dus mocht je een account willen aanmaken en je maakt gebruik van die link, dan kost dat jou niets extra's, maar dat helpt wel het kanaal. Dus dat zou ik erg waarderen. En op die manier kan ik ook weer opnieuw investeren in nieuwe content voor het kanaal. Gaan we verder met deze sheet, dan zien we uh, bovenin nog... De koersen staan, uh, in de achtste, achtste rij is dat, Plugpower 53 dollar, Bellart 28, zo gaan we zomaar door naar Shell uiteindelijk 16 dollar. We zien ook de prijs van de vorige dag, het verschil en de beurswaarde, nou dan zien we dat Shell met 154 miljard veruit het grootste bedrijf is... Een paar andere zitten zo tussen de 5 en 8 miljard. En Plug Power rond de 23, 24 miljard. Het volgende stukje is ook wel heel erg interessant. De hoogste koers of de laagste koers van de afgelopen 52 weken. Nou, Plug Power en heel veel van die eerdere bedrijven die met waterstof bezig zijn. Het laagste punt ligt meestal rond een paar dollar. En het hoogste ligt zo tussen de 30, 40 of zelfs 60 dollar. Terwijl bij Shell het ook wel het geval is, maar dan juist andersom. Dat zien we ook in de grafiek. De eerste vier stijgen juist heel erg. Uh, soms heel erg stijl, de laatste tijd, anders wel gedurende het hele jaar. Terwijl er juist bij Shell precies het andersom is. En dat zien we eigenlijk ook de korting ten opzichte van het hoogtepunt, die ligt bij deze bedrijven nou geen 10%. Terwijl het bij Shell op dit moment bijna 40% minder duur is. Een lagere prijs is dan het hoogste uh, koers, dan de hoogste koers de afgelopen jaren, de afgelopen 52 weken. Maar al deze bedrijven doen het eigenlijk al best wel positief, want in dit jaar, wat dus nu pas een dag of 10, 11 oud is en nog minder handelszaken heeft, staan ze toch al tussen de 15 en 60 procent in de plus. En bij Plugpower gaat het dus vanwege dat nieuwsbericht, waardoor het op één dag al 30 of meer dan 30 procent omhoog schoot. Gaan we iets verder kijken, nou dan zien we de winst, omzet en marge. Nou, dan zien we eigenlijk dat al deze bedrijven geen winst maken op dit moment. De earnings per share, oftewel de winst per aandeel, is overal negatief. Nou, bij Shell was dat vroeger positief, maar juist vanwege corona is dat niet. Terwijl bij deze, al deze andere bedrijven het waarschijnlijk nooit positief is geweest. Dit zijn echt kleinere bedrijven, groeibedrijven voor de toekomst. En investeren dan ook alles in de toekomst. En dat zien we ook iets verder met de omzetverwachting. Voor de, of ja, de omzetgroeiverwachting voor de komende vijf jaar. Bij de eerste paar bedrijven is het vaak zo'n 15 tot 25 procent per jaar. Bij Shell is het maar ongeveer 8 procent. Aangezien alle bedrijven geen winst maken, hebben we dus ook geen PE-ratio. Uh, ook geen voordeel daarop, want we hebben op dit moment niks. Dus we gaan gewoon even verder. Naar nou, de marges die ze maken. Nou, Heel vaak uh, in het begin nog wel positief, maar uiteindelijk negatief. Alle bedrijven maken op dit moment geen winst. Dus op dit moment wordt er ja, ook geen profitmarge, ook geen winstmarge hebben natuurlijk. Uh, het is dus vooral een industrie die nu, waar nu geïnvesteerd wordt in de toekomst. Of waar Shell op dit moment vooral in de olie zit. Maar dat is ook gewoon heel erg lastig. Te maken met heel veel afschrijvingen. Ja, een industrie die gewoon zwaar onder druk staat. Shell is dan wel het enige bedrijf wat dividend uitbetaalt. Maar ook dat is een stuk minder geworden sinds de crisis. Uh, en het is een beetje afwachten hoe dat de komende tijd zal gaan. Shell vindt dat wel een belangrijk onderdeel. Uh, maar het is een beetje afwachten, zeg maar, komende maand wat we gaan horen. Te horen krijgen vanuit Shell, nou, de andere bedrijven maken niet eens winst. En als ze dat zouden doen, investeren ze dat liever in de toekomst. Dus dan moet je ook geen dividend verwachten. Scrollen we nog wat verder, dan komen we bij de financiële cijfers van het laatste kwartaal, wat bekend is. Dan zien we vooral dat eigenlijk Shell het bedrijf is waar we praten over miljarden, terwijl het bij de andere bedrijven allemaal miljoenen zijn. Ze hebben allemaal wel wat omzet. Soms groeit dat heel erg. We zien dat vooral bij, uh, bij Plugpower. Daar zien we een groei van bijna 60%. Heel erg goed. Ook bij Shell gaat het wat beter. Dat heeft natuurlijk te maken met dat toen een kwartaal geleden misschien de lockdown wat minder was. Oftewel meer afzet hadden. Maar gaan we kijken naar de kosten. Nou, die liggen overal wel heel erg hoog. Um, hier gaat het op zich nog wel met zo'n 74%. Maar er zijn ook bedrijven met meer dan 90, zoals Shell, of zelfs boven de 100. Oftewel, we hebben meer kosten dan dat we omzet hebben. Ook dat zien we weer terug in de Bruto. En netto winst. Netto winst komt bijna iedereen negatief uit. Op Shell, na. Maar ja, zo'n kleine winst op dat soort omzet is ook niet heel geweldig. En dat zien we ook wel aan de marge. Die is eigenlijk bij iedereen in de min. Vaak ver in de min, maar bij Shell is die 1% en dat is nou niet de marge die je wilt hebben voor de lange termijn. Maar zoals gezegd, mochten we dadelijk na corona weer meer gaan reizen, de prijs van olie gaat omhoog, dan zal de marge zeker bij Shell ook wel weer wat verbeteren, wat omhoog gaan. En bij deze bedrijven is het echt iets voor de toekomst. Kijken we dan naar de balans, dan zien we hier trouwens, heb ik hem oranje gemaakt omdat er nog wel ooit een fout in kan zitten of niet echt een fout. Um, het heeft gewoon te maken, meestal wordt het met miljarden gerekend, of miljoenen gerekend, hier toevallig met, um, met 1,5 miljard. Dus als we die even nog veranderen, dan komt de dingen goed uit. En daar willen we juist op letten. Het totaal aantal bezittingen ten opzichte van de verplichtingen, dat moet het liefste boven de 1 zijn. Want dat betekent dat we meer bezittingen hebben. En dat we genoeg bezittingen hebben om aan, zo om aan onze verplichtingen te doen. Nou, dat is eigenlijk bij alle bedrijven wel het geval. Shell doet het ook heel erg goed, gewoon richting de 2. Uh, Beller doet het zelfs wel heel erg goed met richting de 8. Dus dat zit heel erg goed. En gaan we dan nog iets verder naar beneden, dan komen we eigenlijk aan bij wat analisten verwachten. Um, dan is het vaak wel zo, moet ik zeggen, dat um, analisten ooit net iets achterlopen. Um, kijk, we hebben bijvoorbeeld te maken met Plug Power vorige week dus een belangrijk nieuwsbericht geweest. Ik denk niet dat dat al uh, in. Ja, verwerkt is bij veel analisten, dus hou daar in ieder geval rekening mee. Maar we zien in ieder geval bij Plugpower dat de meesten zeggen: kopen. En dat is dan ook het analistenoordeel om te kopen. Bij de anderen is het of positief of neutraal. Um, hier bij Fuel Cell zeggen ze bijvoorbeeld niet om te kopen, maar houd het aan als je het hebt. Dat heeft waarschijnlijk dus met de koers te maken. Kijken we daarnaar. Dan is er verschil trouwens tussen de laatste slotkoers waar ik hier gebruik van maak, of de koers hier bovenin. Dit is de uh, koers vanuit Google en die maken ook gebruik van ja, uh, nabeursprijzen. Dus mocht het nadat de beurs gesloten is nog wat veranderen, nog nieuws naar buiten komen, dan is dat de actuele prijs en dit is de prijs waar we gebruik van maken om te kijken uh, wat de analistenverwachting doet. Is ook vooral belangrijk omdat we hier een verschil zien. Hier maken we gebruik van Google en die pakt Amsterdam. Hier maken we van een andere website gebruik en die pakt New York. Dus je kunt ooit ja, prijsverschillen zien. Dus dan is het makkelijk om deze manier uh, beter te vergelijken. Kijken we dan naar de gemiddelde koerswaardering. Dan is die bij Plug Power net geen 43 dollar. En dat is dus 10% minder dan de laatste slotkoers. Ook bij Ballard Power is dat het geval. Ook zo'n 12% minder. Bij Fuel Cell zelfs 63% minder. Hij is nu zo rond de 15 dollar. Terwijl analisten verwachten dat hij dus vaak over 12 maanden een koers zou moeten hebben van ongeveer rond de 9 dollar. Ook bij uh, Bloom Energy zien we 33% uh, ja, verwachting. Oftewel, we hebben, kunnen daar als de analisten gelijk krijgen, laten we het zo zeggen een negatief rendement verwachten want zij schatten in op 25% procent. en bij Shell zien we wel een positief. Daar hebben we eventueel nog 11% procent te verdienen in de komende 12 maanden, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat Shell juist nu heel erg laag staat. En als, zoals gezegd, de economie weer opstart, mensen weer gaan reizen, de olieprijs stijgt, dat Shell dan natuurlijk meer geld gaat verdienen en dat daar de koers ook interessanter door wordt. Kijken we nog even naar de technische analyse, wat we eigenlijk normaal in een grafiek zien. Maar dat laat ik nu even zien op deze manier: uh, de RSI 70 of 30 is vaak een kantelpunt. Nou, we zien dat bij heel veel van deze aandelen we boven de 70 zitten. Dat betekent dus dat het eigenlijk. Te veel gekocht wordt en dat het misschien nu juist wel een moment is om deze aandelen te verkopen. Kijk ook naar de SMA, de Simple Moving Average. Het koersverschil met de 20 dagen gemiddelde, 50 dagen gemiddelde of 200 dagen gemiddelde. Nou, we zien wel deze eerste vier liggen allemaal ver boven het gemiddelde. En bij Shell ook, maar dat is nog wel redelijk goed te verklaren. Bij deze andere is het dus echt vooral het sentiment van de sector. Uh, nu Biden president gaat worden, nu ook hij de Senaat heeft, dat hij zijn plannen uit kan voeren. Lijkt het me dat deze aandelen op de korte termijn heel erg positief zijn, heel erg interessant. En dat zijn ze nu al. Heel veel vragen daarna. Maar het is vooral de vraag van wat zal het doen op de langere termijn. Kijk, we willen normaal een beetje zien zo'n langzaam koersverloop. Maar hier zien we echt alles op het einde, volop pieken. Dus dat is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Uh, kijk wat analisten verwachten. Lees ook eventueel waarom analisten dit soort prijzen verwachten. Ga hun onderzoek bekijken. En neem dat mee als je eventueel wilt instappen bij een van deze bedrijven. En dan even een samenvatting van de technische analyse die we zojuist hebben gezien en eigenlijk van de hele video. Het begint natuurlijk met de koers, en ik denk dat die al ver vooruit lopen wat bedrijven waar ze nu al mee bezig zijn, uh, welke producten ze nu al hebben. Dat geldt eigenlijk voor de eerste vier bedrijven en niet zozeer voor Shell. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat Shell vooral bezig is met eigenlijk de oude energie, terwijl juist de andere bedrijven al bezig zijn met groene energie, schone energie. En dat is juist op dit moment heel erg hot. Soms worden de producten al op een kleine schaal toegepast, of soms. Soms zijn ze mee bezig met een versie van waterstof. Van een product waar ze nu al mee bezig zijn. Bijvoorbeeld, die fuel cells zijn vaak nu nog op biogas. En daar gaan ze nu natuurlijk op investeren. Om daar een waterstofvariant voor te maken. Maar ja, dat duurt nog. Ja, ik zou zeggen een paar jaar. Dus laten we zeggen vijf tot tien jaar. Voordat het echt. Op grote schaal geproduceerd kan worden en dus ook interessant is voor de brede markt. En de sector is zeker interessant, dat is hier langer, maar nu onder beleggers is deze sector heel erg interessant. Heeft er denk ik ook vooral weer mee te maken met dat nu Biden president wordt van Amerika. Hij heeft natuurlijk een programma waarin groene en schone energie centraal staat. Dus er zal veel meer geld beschikbaar komen voor deze bedrijven, veel meer subsidie. Ook wordt natuurlijk Amerika meer bedrijven, meer. Ja, gebruikers, eindgebruikers zullen uiteindelijk gebruik gaan maken van deze producten. Dus de eindmarkt wordt ook groter. En dan wordt het natuurlijk ook interessanter om erin te investeren. Al kunnen we ons afvragen of we nu niet uh, te ver vooruit zijn gelopen met de huidige koersen, te ver eigenlijk al gaan kijken naar wat we in de toekomst mogelijk kunnen verwachten. Ik denk dat we dat goed hebben gezien, dat eigenlijk uh, van de eerste vier bedrijven, die dus wel best wel veel met waterstof bezig zijn, dat daar de wat analisten verwachten voor de komende 12 maanden, dat we daar al boven zitten. En dat is denk ik een goed teken van dat we ja, te hoge verwachtingen hebben. Aan de andere kant, uh, aandelen zijn natuurlijk ook een, ja, een vorm van vraag en aanbod. En er blijkt nu op dit moment dus gewoon heel erg veel vraag te zijn naar deze bedrijven, naar deze aandelen. En ik ben heel erg blij dat ik al een positie heb. Ik heb halverwege november, ik geloof 16 of 17 november, aandelen gekocht... In Plugpower. Dat was na een dipje van 10-11% op die dag. Toen dacht ik van, oh ja, ik heb het al langer gevolgd. Dit is mogelijk wel interessant. Nou, inmiddels heb ik het dus anderhalve maand en sta ik 128% in de plus. Dus dat geeft eigenlijk wel aan. Van ja, tuurlijk heeft het te maken met die deal die ze gesloten hebben. ter waarde van anderhalf miljard. Maar ja, dit soort rendement op zo'n korte periode. Dat gaat natuurlijk nergens over. Maar ja, dat is dus mijn mening, dat is mijn visie van deze aandelen. En ik ben ook erg benieuwd wat jij daarvan denkt. Dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Hoe kijk jij tegen waterstof aan? Hoe kijk jij tegen deze bedrijven aan? Of wat verwacht je misschien wel juist van oliebedrijven zoals Shell in de toekomst? Gaan zij zich hier volop op focussen op dit soort schone energie, groene energie? En hebben ze dan ook een kans om daar marktaandeel in te halen? Laat dat vooral dus weten in de reactie onder deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. Maar je helpt ook het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën. Investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om eventueel een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.